Dit is het landgoed Groenestein. Met daarbij het mooie huis en het omliggende park. En hier gaan we als Landschapsbeheer Groningen aan de slag. Stichting Landschapsbeheer Groningen wil het park van het oude landgoed Groenestein in de wijk Helpman een opfrisbeurt geven. Er wordt gesnoeid, sloten en vijvers worden schoongemaakt en oude en zieke planten worden vervangen. Het landhuis staat los van de plannen met het park. Het landhuis staat op privégrond. De opknapbeurt is onderdeel van plannen om ook landgoed de Mikkelhorst in Haren en het Quintusbos in Glimmen op te knappen. Hier is in totaal 3 ton voor beschikbaar. Groenestein is in het 336-jarige bestaan verschillende keren helemaal op de schop gegaan. Groenestein had eerst een hele strakke vorm. Eigenlijk moet je het plaatje nu zo zien. Want het huis staat hier. Wij staan ongeveer hier zo. En de tuin heeft zich gekenmerkt door al die strakke lijnen. Echt dat rechte, het visuele, het geometrische, het symmetrische hier en daar. Dat was in de beginjaren was dat de stijl van de tuin. Dat zie je ook nog in de lanen en in de singels eromheen. En later kwam een andere tuinstijl in de mode. En toen werd het juist wat spannender, wat meer romantisch. Toen gingen de rechte lijnen, die gingen er eigenlijk grotendeels uit. En het park kenmerkte zich door kronkelende paden, spannende weggetjes. Je weet niet wat er achter het volgende bosje verschijnt. Dus het werd echt een nieuwe beleving. Het wordt een soort belevingspark. Landschapsbeheer Groningen wil dat je in het park terug kunt zien dat er in de loop van de eeuwen verschillende stijlen in de mode waren. Het is niet de bedoeling dat we teruggaan naar de strakke stijl of juist perfect die late landschapsstijl. Maar dat we elementen laten zien van beide stijlen en dat we die dan goed verwerken op een hedendaagse manier. De ingrepen moeten het eigen karakter van het park versterken. Dat er bijvoorbeeld wat meer licht in het park komt, bijvoorbeeld bij die vijvers. En dat er wat zichtlijnen naar het huis toe ook gerestaureerd worden. En daardoor zal er wel hier en daar een boom gekapt moeten worden, maar daarnaast gaan we natuurlijk ook aanplanten. Landschapsbeheer Groningen vraagt omwonenden en gebruikers van het park om mee te denken hoe Groenestein weer gereed kan worden gemaakt voor de volgende 100 jaar. Iedereen voelt zich betrokken bij dit park en naar die mensen zijn wij ook op zoek als zij willen helpen bij dit project, bij het beheer van dit mooie park. Dan kunnen ze zich ook bij ons melden.